We zijn weer in de keuken bij Otto voor het nodige werkoverleg tijdens het koken. En zie hier, het diner groeit. Met gevaar voor eigen leven wordt hier wat gewerkt. En ook ingenomen. Kees, kijk ook even naar de saus. De saus. Nee, die draait heel mooi. Waar ga je voor het visje? Die pan. Nou, we hebben het wel de hele tijd over koken bij Otto, maar dit is Otto dus. En zonder Otto zouden wij dus niet koken. Het is toch mooi dat ook dit schip weer vele kapiteins heeft. Kees, heb je de saus? De saus. Ik onderbreek deze uitzending voor de saus.